Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht heeft het in de zuidelijke helft van het land gevroren, maar dankzij de volop schijnende zon vanochtend loopt de temperatuur snel weer op. Hooguit wat sluierwolken trekken over het land, heeft de zon weinig last van. Aan het einde van de ochtend al temperaturen die in de buurt van de 10 graden komen, en dan vanmiddag wordt het echt zacht: 16 graden in de grootte van het land, 17 in het zuidoosten en langs de oostgrens. Alleen op de Waddeneilanden zorgt de noordelijk briesje voor lagere temperaturen. Daar wordt het zo'n 10 graden. Vanavond ook nog lang aangenaam weer. Halverwege de avond is het de graad of 10. En de wind die draait geleidelijk naar een noordelijke richting. Komende nacht kan er dan mist ontstaan. En morgenochtend lost die mist langzaam op. Daarna hebben we een mix van wolken en zon. Met in het binnenland weer hoge temperaturen. Maar in de kustprovincies wordt het zo'n 8 tot 12 graden. Daar dus enigszins tegenvallend. Donderdag breidt die koelere lucht zich over het hele land uit. Dan overal wolkenvelden en af en toe zon. Nog wel droog en temperaturen tussen de 7 en de 10 graden. Vrijdag ziet de er somber uit. Wolkenvelden en dan af en toe regen. De kans dat we de zonsverduistering zien lijkt klein, helaas. In het weekend wordt het nog eens koeler. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.